Wat we de laatste tijd merken is dat inderdaad de consumenten, de burgers, onzeker zijn. Maar dat komt niet alleen door overheidsmaatregelen, bezuinigingen. Maar dat komt onder andere dat de grote onzekerheid op de huizenmarkt, wel bekend. Maar wat ik ook voorstander ben, dat zal u hopelijk vreugde geven al jaren, dat we die hypotheekrente aanpakken als een van de punten die nodig zijn, juist om het vertrouwen weer terug te brengen. Maar ook de burger ziet dat het niet goed gaat met die overheidstekorten. En die zegt, wij moeten niet een nieuw tweede Griekenland of noem maar in Portugal worden. Ik denk dat het vertrouwenselement ontzettend belangrijk is. En dat je door nu te laten zien dat je als overheid de zaak weer in de hand wilt krijgen, wel degelijk dat vertrouwen weer kunt terugbrengen. Waarom is dat vertrouwen in Duitsland dan niet weg? Omdat de situatie op een aantal punten beter is. Dat gun ik ze graag. Ze hebben de loonkosten, de concurrentiepositie beter in de hand gehouden dan bij ons. Maar in Duitsland hebben ze niet jarenlang die toch wel absurde stijging van de huizenprijzen gezien. Een heel ander systeem, waardoor nu die tegenvallers die wij hebben daar zich in Duitsland niet voordoen. Het is een andere situatie. En ze hebben de zaak beter in orde, laten we eerlijk zijn, dan bij ons.